Hoi mensen, goedemiddag. Ik zou wat tegen Rutte en zijn boevenbende willen zeggen. Dear Mr. President, my honest regards for disregarding us. En dat is het eigenlijk. En we moeten zeggen nee, nee en nee. Aan corruptie werken wij niet mee. En de vijfde. Dat is nou, even kijken, want ik weet niet, maar zo voor 3 dagen, dus woensdag, ga ik naar een onderrechtbank. En dan gaan we verrassende dingen doen. En ik ga het ook nog eens een keertje opnemen. Voor alle mensen onder ons. Dan weet je een beetje hoe je moet verweren tegen kakkerlakken, want dat zijn het. Zijn het allemaal, kakkerlakken. Rechters, denken ze, zijn het helemaal niet. Het zijn gewoon, weet ik, voor kantinedames of... Er zijn ook meestal nog transgenders ook natuurlijk. Ze zijn allemaal in deze woke-tijd. We zijn allemaal nep. En ze kunnen ook een lekkere dikke tering krijgen. Alle rechters, OM is allemaal. OM is trouwens nog niet eens geldig. Ik heb er ook af en toe een QR-code, een goede QR-code in gegooid. Ik zou zeggen, laat die scannen. En je bent overal vanaf. Het zijn allemaal stelletje jokers. En ten eerste, als je altijd moet verweren... Dan kan je het natuurlijk altijd gooien op artikel 1 van het burgerlijk wetboek. Gewoon artikel 1. U bent vrij en u hoeft niets te pikken. Want zijn zij er voor ons of zijn wij er voor hun? Dan moeten mensen ook eens een keertje bedenken. En gewoon zeggen, want als er iets gezegd wordt, toont u mij dat maar aan. Niet in verweer gaan, niet trappen in die kutgeintjes van hun. Want dan ga je allemaal weer stressen en dit hun moeten aantonen. Dat noemen ze onus probandi. Hij die eist, bewijst. En zij kunnen op geen enkele manier bewijzen dat het... rechtshelder is. Het is allemaal nep. Je moet wel weten hoe je het moet doen. Maar het is ook bijvoorbeeld, je komt een rechtbank, een rechtszaak binnen. En dan zeggen we bijvoorbeeld ook, als je aan het woord bent, en sowieso niks doen wat, wat ze vragen. Ze zeggen zitten of staan, doe je niet aan meewerken. Want je zegt, jij bent een levende man of de levende vrouw. En je hebt geen, je hebt niemand boven je staan dan God. Want hun zijn allemaal van de duivel. Satanisten zijn het. Dus daarom. En dan zeg je gewoon van... toetst u aan de grondwet. Want dat doen ze geen van allen. En dat bedoel ik al. Daar gaan ze dus al nat. Natter dan nat. Nou, dan zeg je, toetst u aan de grondwet. En is er ook nog een overeenstemming tussen jullie. Dat is artikel 3, dubbele punt 33, burgerlijk wetboek. Ik kan gewoon een type zelfs op Google. Dus dat zou ik doen. En als je bedreigd wordt of wat dan ook, laat mensen hier gewoon bedreigen. Ook agentjes die denken dat ze wat zijn. Want we zijn ook allemaal niks, zijn allemaal pisvlekken. Wel een mindset waar ze nu in zitten hoor. Het zijn dezelfde mensen als ons, maar ze zijn natuurlijk ook zwaar gehersenspoeld. Want als zij ook eens een keertje kijken naar burgerlijk wetboek 1, dan is dat gewoon... ja, u bent vrij en u hoeft niks te pikken. Ook voor hun natuurlijk. Maar ze voeren allemaal wetjes uit zonder erbij wetjes, die nepwet uit, zonder erbij na te denken. En iedereen moet weten wat goed en slecht is. En zo niet is het je eigen verantwoordelijkheid, want alle ambtenaren bestaan ook niet. Het zijn allemaal privépersonen, natuurpersonen, hetzelfde als ons. En persoon is trouwens ook niks. Hè? Dat heb jij, daar kan je recht van maken, want je, je moet in persoon treden om met een roverheid te dealen. Maar daarna kun je gewoon eruit stappen en dan ben je een levende man of een levende vrouw, want je bent ook nog eens dood voor hun. Daarom doen ze ook al die verschrikkelijke dingen met je. En met die toeslagenhouders en mensen in Groningen... En al die satanische dingen en natuurlijk die andere pedofiel. Weet je, oh ja, Demmink. Demmink, die vieze kakkerlak. Nou, dat soort dingen, dat doen ze dan. En als wij nee zeggen met z'n allen, dan gebeurt er niks meer. Dan kunnen we vrij leven. Patriotten, zet hem op en zeg fuck them. Oké, okay? Ik hou van jullie.